vooruit, in de balzaal van de vooruit, waar Toeristle MC zo dadelijk zal gaan optreden voor Rode Neuzen, dat jij geeft een lunchconcert, wat betekent dat we niet alleen op muziek geserveerd worden, maar ook met een buffet. Dubbelprijzen. Ik kan alleen maar geven wat je vrienden hebt. Ik kan alleen maar zeggen het weinig in het kwijt. Ik heb fiets aan mijn chandelier. We staan hier vlak naast het podium. Je gaat hier een lunchconcert geven, ten voordele van Rode Neuzendag. Hoeveel nummers ga je spelen? Zijn er speciaaltjes tussen? Geen speciaaltjes. We hebben zo gekozen voor de meer akoestische aangelegde nummers ofzo. En vooral onder een zevental spelen. Dat was een top. Een drukke dag voor jou, want je blijft hier gewoon kamperen in de vooruit. Want vanavond speel je ook nog met Brihan in de grote zaal. Klopt, hopelijk gaat het lukken een middagdutje te doen en dan vanavond gaan we daar terug in vliegen. Dat gaat natuurlijk om psychische problemen bij jongeren uit de taboesfeer te halen. Is er een specifieke reden waarom jij je ook wil inzetten voor dat goede doel? Zelf ooit mee in contact gekomen, mee geworsteld, weet ik veel? Persoonlijk niet, nee. Maar ik ben hulpverlener. Dus ik heb vroeger ook met bijvoorbeeld delinquente jongeren gewerkt. Niet per se dat die mannen allemaal psychische problemen hebben, maar ik ben toch van het werkveld kom ik gewoon in aanraking met. Dus, Make us cute.